En we blijven een beetje in vrolijke sferen met twee rasechte, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, muzikanten, acteurs, actrices. Gewoon helden van de dag. Een bijzonder fijne middag, Mieke de Lange en Walter Janssens. Goedemiddag. Goedemiddag. Mieke, ik begin bij jou. Compagnie Velkonijn stelt voor, leg het eens uit. Compagnie Velkonijn stelt voor Walter Janssens, Mieke de Lange. Ja. In navolging van het boek hebben we een stuk gemaakt voor kindjes, voor kleintjes van 3 tot 6. Tot de laatste kleuterklas eigenlijk. Ja. En Velkonijn, dat zijn wij dus, de acteurs. En we spelen nu het stuk Blaas het licht maar uit. Ja. Ik wil het eerst eventjes hebben over het boek, want je hebt het ook meegebracht, je hebt het geschreven. Je bent ook zelf mama, dus je bent gewoon de best geplaatste persoon om het even uit te leggen. Hè. Waarover gaat het boek precies? Het boek, het is een slaapritueel. Mm-hmm. Hè. Het boek gaat over een slaapritueel voor kleintjes van 3 tot 6. Ja. Om de ouders te begeleiden. Dus de ouders die de kinderen dan begeleiden. En ik begeleid met dit boek de ouders die de kinderen begeleiden. Het gaat in stationnetjes. Het zijn 7 kapstokjes die daarin voorkomen. Ja. Zoals humor, fantasie, grenzen leggen. Is het zo moeilijk om onze kleine spruiten zo op een leuke, gezonde, goede manier in hun bed te krijgen en 's morgens weer opgewekt eruit te halen? Eigenlijk gaat het erover dat ik mijn eigenste zus heb genomen als voorbeeld. Ah, ja. Het is een hardwerkende mama en heeft als man een hardwerkende papa. Ze hebben 2 spruiten van 6 en 4. En ik dacht altijd, hoe doen die dat toch met 2? Hoe doen die dat? Ja. Maar ik vind soms dat er zo vluchtig geleefd wordt, zo snel geleefd wordt, dat ik dacht, als we dat nu allemaal eens een klein beetje vertragen, even stilstaan. Wat ook een van de kapstokjes in het boek is. En tijd maken. En een beetje tijd maken. Ja. Al is dat maar 5 minuutjes. Hm. Als je thuis komt, van niet direct al rush met het eten bezig te zijn, de was, de afwas, het huishouden, maar eens even 5 minuten zitten. Relax. En want wat de kinderen ontmoet, misschien wel ruzie gemaakt of vriendjes, maar het is zo druk. En dan komt iedereen druk thuis en gaat druk slapen. Ja, en zo hoort het natuurlijk niet. Hè? Nee. Walter, je hebt er ook 2, hè? Twee kinderen. Ja. Ja. Was het bij jou ook zo of is het bij jou nog altijd zo druk of valt het wel mee? Nee, soms is het druk, maar ik heb ook een vrouw en die... Die zorgt er wel voor dat die op hun gemak naar bed gaan, zo met een verhaaltje lezen of een liedje zingen. Of eens vertellen van hoe is het geweest vandaag. Ja. En af en toe steken we die er ook gewoon in, hoor. Dan zeggen we van, en nu naar hun bed, licht uit, want het is veel te laat. Ja. Ja, goed. En licht uit, daar gaat het ook een beetje over, hè? Ja. Jullie voorstelling, Blaas het licht maar uit, kan je eens even kort uitleggen. Heeft het alles te maken met het boek? Zit het op eenzelfde lijn? Ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk en heel simpel. Het boek zit zo vol ideeën en eigenlijk met een simpel verhaal. Het is een soort roadmovie van thuiskomen tot in bed. Ja. Dus het lag voor de hand dat we daar gewoon een kleutervoorstelling van gingen maken. Een soort reis van, we moeten gaan slapen, maar wat gaan we eerst doen voor we gaan slapen? En dat zijn dan de simpele dingen van, je gaat niet slapen als je je tanden niet gepoetst hebt. Je gaat niet naar bed als je geen pyjama aan hebt. Tenzij de papa's, je hebt papa's die geen pyjama aan hebben. Maar daar gaat het niet over. Dus, hij doet geen pyjama aan. Jawel, ik heb mijn pyjama aan. Maar kijk maar. Is het dus, warm eigenlijk? Wat lief? Dan ziet er een warm fraksje uit. Ja, dat is eigenlijk mijn kamerjas. Hè. Okay, maar het is inderdaad warm voor de tijd van het jaar. Ja, dat is waar. Dus wat wij uiteindelijk doen is, we gaan op reis naar Janneke Maan, want Janneke Maan is diegene die iedereen doet slapen als het donker is. Zo simpel is het. Okay. En welke rol speel jij dan? Of heb je zo verschillende personages? Nee, mijn personage heet Uni. Ja. En ik ben diegene die fantastisch goed kan slapen. Mm-hmm. En dan het andere personage, mijn vriend Kekko, heeft een slaapprobleem. Die kan maar niet slapen, want hij is altijd bezig. En die vraagt dan aan mij, hoe doe jij dat slapen? Ik zeg, ja, simpel. Ik doe dat gewoon. Het is gemakkelijk. Okay. En dan, ik wil ook slapen. En dan stel ik voor om naar Janneke Maan te gaan, want
zoals ik al zei, die weet hoe het moet. En jullie gaan samen naar Janneke Maan dan? Wij gaan dan uiteindelijk inderdaad samen naar Janneke Maan. Ja. Wat misschien wel grappig is, is Unikeko. Unikeko is het Fins voor slaapkop. Echt? Dus wij hebben het nu in twee gesplitst, Uni en Keko. Ik ben de slaap en zij is de kop. Goed, maar ik wil dan precies toch liever jij zijn, want ja, jij kan niet slapen. Dat is ook niet echt, ik kan niet slapen. En in het dagelijks leven valt het nogal mee, de slaap? Ja, ja, ja. Okay. Alleen als ik een beetje in overdrive ben als ik echt moe, dan, moe ben, dan lukt het soms niet. Maar dan even terug tot rust komen. En dan, jullie treden inderdaad in het heel kort op. Ik ben aan het zoeken, 11 oktober in Tienen, hè? Ja. Ja. In de Kruisboog. In de Kruisboog voor een hele hoop kleuters, denk ik. Ja. En dat is altijd fantastisch, dat is eigenlijk een feest, hè, omdat die hebben geen remmen. Hè. Achter u, achter u! Zo, die dingen, dat vind Eerlijk, ik echt... Volwassenen doen dat niet meer. Jammer eigenlijk wel. Ja. Hè? Anders moeten we dat terug invoeren. Zo. Ja, een week of zo. Nee, toch niet. Voorstel. Ik ben trouwens fan van jouw hoofddeksel. Dank u wel. Ja. Het is een eigen creatie. Ik weet het. Ik zie het, want ik ben aan het kijken. Het is zo'n beetje de regionale sectie. Wel, zo. Televisiedeel. Ja, ja, ga geen reclame, maar het is een bekende krant. Ik mag het ook en dat niet is ook een eigen creatie van Mieke dan. Oké. Okay. Ze is gesponsord. We gaan het niet zeggen. Nee, ook niet zeggen door wie. Het staat er alleen maar in het heel groot op. Goed. Het boek, kunnen we dit al kopen? Ja, het is al een tijdje in de winkels, in de bekende boekhandels en zo. Er zit ook een cd bij, hè? Er zit inderdaad een cd bij, met liedjes die wij ook in het stuk spelen. En dan eigenlijk van thuiskomen tot slapen gaan, dat is eigenlijk het ritueel van inderdaad thuiskomen, eten, naar boven, naar het land van water en zeep, naar het land van wolken en dromen. En dan de volgende ochtend, want dat is mij gevraagd geweest, terug opstaan. Van dat daar ook dat bij te steken. Bij, want als je aan kinderen zegt, nu ga je slapen en die weten niet dat ze gaan opstaan, dat dan is paniek. Een, dat is een probleem. Ja. Oh, ja. Morgen vroeg is er een nieuwe dag. Want als je blijft liggen, dat zou een beetje dood zijn, toch? Ja, dat is waar. Niet meer bewegen. En wat ik ook even wil zeggen, is de liedjes die op de cd staan, die hebben eigenlijk allemaal een betekenis. Dus het zijn niet zomaar slaapliedjes, ze hebben eigenlijk allemaal wel een bedoeling. Er is over nagedacht. Er is over nagedacht, ja. Goed, multiculturele duizendpoten. Heel leuk dat jullie vanmiddag in de studio zaten. Zometeen kunnen wij genieten van nog een nummertje. Hè. Ja. Wat gaat het worden, Walter? Waarover ging het ook weer? Ah ja, voor vuile mensen, het liedje gaat over niet naar bed gaan, maar in bad gaan. Ah ja, ja.